Maar afwezigheid van een jaar keert Voorschoten 97 dit seizoen terug op het niveau waar het al eerder twee seizoenen actief was, de zondag tweede klasse C. Begin juni werd in het tweeluik met Dozère promotie afgedwongen en datzelfde Dozère promoveerde een week later alsnog vrolijk mee door de herkansingsronde te winnen. En zal komend weekend als gastheer fungeren voor de Groengele in de Veen. Wie daar niet meer bij zal zijn is trainer Mobor Griene. Hij vertrok naar de kersverse fusieclub WVC. Zijn opvolger luistert naar de naam Laurens van der Voort, de afgelopen vier jaar trainer van de zondagtak van FC Lisse. Hij maakt vandaag zijn competitiedebuut in de thuiswedstrijd met BMT en kent hier al bijna een vliegende start. Het is spits Michael Kers die op aangeven van Mike Nick iets heel dicht bij de vroege 1-0 is. BMT dan. Over de linkerkant. Het is Robert Torret die daar het duel aan gaat. Lijkt te winnen ook, maar dan toch zijn tegenstander moet laten gaan. Maar diens voorzet eindigt in de handen van keeper Abdel Lambarette. Ja, het bier smaakt prima op Adergeest. Opnieuw de bezoekers over de linkervleugel. Dit keer wel gevaarlijk. Jazeker, het is Wout Adriaanse die daar nog redding lijkt te brengen. Maar de bal dan zo in de voeten schuift bij de spits van BMT. En die zegt dankjewel 0-1. Blijdschap bij de bezoekers uiteraard. Hier nogmaals, het is Bas Corradi die zijn tegenstander niet meer kan bijbenen. Aanvoerder Kevin Hendricks die de bal mist. En Adriaanse lijkt daar zo van te schrikken dat hij erover struikelt. Daar ziet de defensie van Voorschoten 97 er op zijn zachtst gezegd toch niet best uit. Opnieuw BMT in de aanval via de linkerkant, via de nummer 10 dit keer. Goede speler trouwens. De actie naar binnen dreigt en schiet dan. En dan eindigt de bal via het lichaam van Torret naast. Maar de Hagenaars blijven komen. Ditmaal over de rechterflank. Komt de voorzet, jazeker, in het strafschopgebied. Lambarette, oh wat gebeurt daar? De botsing met Vincent van Veen en daar profiteert de spits van BMT dankbaar van. En die maakt er al 0-2 van. Wat gaat er toch een hoop mis bij Voorschoten achterin. De herhaling nogmaals. De voorzet vanaf de rechterkant en dan denkt Lambarette die bal te kunnen pakken. Maar knalt met het hoofd tegen de zij van Vincent van Veen aan en dat ziet er pijnlijk uit. Doelman zou ook niet verder kunnen en dan is het Conradi nog met een uiterste krachtsinspanning. Maar ook hij kan de 0-2 niet voorkomen. En zo lijkt het al vrij hopeloos voor Voorschoten na 20 minuten wedstrijd. Voorschoten dan met de moed der wanhoop. Het is Michael Kers die Niels van den Berg wegstuurt aan de rechterkant. Schiet en zijn schot gaat voorlangs. Blijft geblesseerd liggen, maar de scheidsrechter wil er niet aan. En daar gaan de bezoekers alweer over de rechterkant. Achterlijn gehaald. Bal blijft binnen en dan komt de voorzet. Ja, Van Veen kan wegwerken. Nee, Conradi. Oh, daar gaat hij. De 3-0, ja. Als het eenmaal zo middag is, dan gaat ook werkelijk alles mis aan Voorschotenzijde. Hier nogmaals de voorzet vanaf de rechterflank van Veen die daar onder de bal doorgaat. En Conradi die zijn tegenstander dan een metertje ruimte geeft. En ja, dat kan tegen deze handige voetballers van BMT niet. Technisch vaardige spelers, zoveel is wel duidelijk. En dan lijkt het een hele pijnlijke middag te gaan worden voor Voorschoten 97. De rentree in de tweede klasse na een jaar afwezigheid. En ook de armen van der Voort zal zich zijn debuut anders hebben voorgesteld. Maar voorlopig is er maar één ploeg die voetbalt. En dat is niet zijn ploeg, maar dat is BMT. En voor de thuisploeg lijkt het toch vooral zaak de schade verder beperkt te houden. Want er is nog ruim een uur te spelen. Of kan het zelf wellicht daarin nog iets terug doen? De vrije trap is van Benny Hogewoning. En prima goal zeg. Kopbal van Niels van den Berg. En de aansluitingstreffer vlak voor rust. Is er in de tweede helft dan misschien toch nog iets mogelijk voor Voorschoten? Hier nogmaals die vrije trap van Hogewoning. Kopbal is niet hard, maar wel heel erg zuiver. En keeper die dan prachtig in de touwen blijft hangen. En zo is de score in ieder geval iets draaglijker voor Voorschoten. Als we de laatste minuut voor rust in gaan. Nikic dan nog? Nee. En dan vindt de scheidsrechter het genoeg en fluit voor het einde van de eerste helft. Tweede bedrijf dan, net begonnen met de verre uitrap van de doelman van BMT. Adriaanse die daar wegwerkt. Bal wordt opgepikt, achter de verdediging gestoken. En dan komt de invaldoelman Patrick de Jong. Nee, te laat. En dan is het al 1-4, een minuut na rust. En wat gaat dat dan weer makkelijk bij Voorschoten achterin. Tweede helft nog maar net begonnen, maar we gaan gewoon op de oude voet verder.
En als Voorschoten nog enige hoop koesterde, dan zal die nu toch de grond zijn ingeboord door een oppermachtig BMT. De thuisploeg speelt met een ziel onder de arm en heeft werkelijk niks te vertellen. Ja, de wijze grijze mannen zien het hoofdschuddend aan. Een ware deceptie. En wordt hij dan nog erger voor Voorschoten? Nee, die vrije trap gaat rakelings over het doel van de Jong. Voorschoten dan maar weer een keertje via Jesper Kloeke. Vindt aan de rechterkant van het veld Mike Nikic. En die gaat daar makkelijk langs zijn tegenstander. Voorzet bij de tweede paal. En dan is het Michael Kers die daar voor de 4-2 zorgt. Kan dat dan toch nog? De voorzet op maat van Mike Nikic. En prima afgemaakt door die spits van Voorschoten, mag gezegd worden. Al ziet dat kleine doelmannetje van BMT er daar opnieuw niet al te overtuigend uit. De Haagse Turken dan weer halverwege de helft van Voorschoten. En schot uit de tweede. Oh, dat is een prima schot zeg. En een fantastische redding ook van de Jong. Die hier toch zijn kwaliteiten laat zien. Voorschoten dan maar weer. Aanval wordt afgeslagen. Bal wordt dan opgepikt door Torret. Geef mee aan Kloeken. Kloeken met de voorzet richting de tweede paal. En dan is het invaller Frank van de Heuvel met de 4-3. Wat een krankzinnige wedstrijd zeg. En gaat Voorschoten hier dan toch nog een resultaat boeken? Daar zag het toch lange tijd niet naar uit. Invaller van den Heuvel, bijnaam Billy Cornetto, scoorde 's ochtends al twee keer met de tweede en is nu voor de derde keer trefzeker. En dan is er gewoon nog 10 minuten te spelen en heeft Voorschoten zelfs nog de tijd om voor die 4-4 te gaan. Maar eerst BMT weer. Adriaanse zit daar mis. Het schot. En dat gaat een metertje naast. De wedstrijd nog steeds niet beslist. Absolute slotfase dan. Vier man van BMT tegen drie Voorschotenaren. Voorzet komt bij de tweede paal. Wordt teruggekopt. Dan is het Kloeken die daar voor opruiming kan zorgen. Speelt de bal. En ja, dan is het alsnog 3-5 over en sluiten. Exemplarisch voor deze middag, waarin Voorschoten wel geknokt heeft. Karakter toonde door van een 4-1 achterstand terug te komen tot 4-3. Maar de wedstrijd eindigde met een persoonlijke fout en daarvan werden er vanmiddag simpelweg te veel gemaakt. Als de hernieuwde kennismaking met de tweede klasse één ding heeft aangetoond, dan is het wel dat er werk aan de winkel is voor Laurens van der Voort en zijn mannen.